Beste collega's, ik wil jullie namens het directieteam van UCLL van harte danken voor jullie inbreng tijdens de netwerk- en beleidsdag enkele maanden geleden. Jammer genoeg kon ik er wegens een buitenlandse verplichting zelf niet bij zijn, maar ik zag en ik hoorde dat jullie er met veel enthousiasme en goesting ingevlogen zijn. Van harte dank daarvoor. Met het directieteam zijn we met jullie input van tijdens de netwerk- en beleidsdag aan de slag gegaan in verschillende werksessies. We hebben al jullie input samengebracht, besproken en enkele stappen gezet. Ik kan jullie hier nog geen afgewerkte producten tonen, omdat we ook nog maar halfweg het proces staan. We werken hier immers ook nog volgend jaar aan verder, en dit samen met jullie, de andere medewerkers en de studenten. Maar ik wil jullie wel al toelichten waar we momenteel staan in ons denkproces. Als eerste element zoomden jullie in op de missie. Dit wil zeggen waar we voor staan als UCLL. Zoals jullie weten hebben we besloten om de missie inhoudelijk niet te wijzigen, maar wel te herformuleren en Moving Minds hierin te integreren. We zijn blij te horen dat jullie Moving Minds een krachtig gegeven vinden, wat voor ons als directieteam dan ook een bevestiging vormt om dit centraal te plaatsen in onze missie. Daarnaast zijn er heel wat suggesties gegeven waarop ik niet in alle details zal ingaan. De copywriting volgt ook pas later, maar toch al dit. Onze inzet op begeleiding van studenten krijgt zeker ook een plek in geherformuleerde missie. En de boodschap dat de tekst veel sterker het wij-gevoel en meer dynamiek moet uitstralen, is zeker ook gehoord. Ten slotte wil ik nog aanhalen dat er een onderscheid is tussen wat we als UCLL belangrijk vinden en wat iedereen ervaart. We willen in de missie ook plaats houden voor zaken waarvan we vinden dat die onze identiteit zouden moeten bepalen. En als niet iedereen dat zo ervaart, vinden we het des te belangrijker om er de komende tijd extra op in te zetten, zodat we samen ambassadeurs kunnen zijn van onze missie. Het ging bijvoorbeeld over de samenwerking die door sommigen meer dan anderen ervaren wordt, of over internationale netwerking. Vervolgens kregen we heel wat input van jullie over hoe we als UCLL de toekomst willen beïnvloeden, namelijk onze visie. Jullie hebben als creatieve bouwheren schetsen gemaakt van hoe volgens jullie het toekomstige huis van UCLL er zou moeten uitzien. Dit resulteerde in heel wat creatieve ideeën. In al jullie voorstellen zagen we een aantal elementen terugkomen. We willen een huis bouwen dat duurzaam is, waar samenwerking met partners en een link met de samenleving mogelijk is, waar iedereen welkom is, we denken hierbij ook aan inclusie, aan levenslang leren, en waar er aandacht is voor welzijn van de medewerkers. En ook willen we een kwaliteitsvol huis bouwen, dat stabiel is en toelaat ons te focussen, en met daarnaast ook ruimte voor creativiteit, passie voor groei. Op basis van al jullie input hebben we als directieteam voorlopig 3 vlaggen op ons toekomstig huis geplant. We willen een hogeschool zijn die zich engageert voor de groei van iedereen. We willen een hogeschool zijn met impact op inclusief, duurzaam en rechtvaardig samenleven. En we willen een grensverleggende hogeschool zijn met een open blik op de wereld. We denken dat we hiermee onze gezamenlijke ambities kunnen realiseren en we hiermee ook een focus kunnen geven in onze toekomstige werking. Ondertussen hebben we met het directieteam al enkele eerste stappen gezet in het uittekenen van de grote lijnen van onze strategische prioriteiten. En hebben we ook input gekregen van enkele externen. Al deze elementen, de voorstellen voor herwerking van de missie, onze 3 vlaggen voor de visie en de eerste voorlopige contouren van de strategische prioriteiten, willen we voorleggen aan de leden van onze instellingsreviewcommissie om ook van hen feedback hierop te krijgen. Dit zal gebeuren tijdens het eerste verkennende locatiebezoek dat zal plaatsvinden in november 2023. Daarna gaan we met al deze feedback verder aan de slag
om ons strategisch plan te finaliseren. En dit via een ruim participatief proces. We hopen dan ook weer op jullie, maar ook op de medewerkers en de studenten te kunnen rekenen. Maar voorlopig dus nogmaals dank voor al jullie input. Indien jullie nog ideeën hebben, kunnen jullie altijd bij alle leden van het directieteam terecht. Dank u wel.